Wout, tweede vandaag. Wat zegt jou dit na de crossen in de States? Zegt me dat ik wel een beter gevoel had dan de vorige weken. Dus ik ben wel tevreden na de cross vandaag. Hoe komt het dat het daar iets minder ging? Ja, dat blijft nog altijd een beetje de vraag. Het is hier wel een beetje aangenamer om te rijden, ook met de temperaturen. Maar ik weet niet wat daar echt aan ligt, want vorig jaar heb ik er ook wel goed gepresteerd, ook in het warme weer. Dus ik denk gewoon samenloop van omstandigheden. En vandaag had ik ook eens geen pech tijdens de cross. En dat maakt ook altijd een groot verschil. Mathieu wint vandaag weer, je bent tweede. Hoe moet je hem kloppen? Ik denk dat ik hem in het verleden toch al wel talrijk heb geklopt. Dus vanaf dat ik voel dat ik sterk genoeg ben, dan zal ik wel terug tot inzicht komen hoe ik dat moet doen. Wanneer verwacht je weer dat topniveau te hebben? Ja, ik hoop zo snel mogelijk. Ik hoop gewoon zoals nu elke week beter en beter te doen. En, voor de start was het hier altijd nog afwachten hoe het zou lopen. En nu kan je volgende week starten met de wetenschap dat je hem kan volgen. En dan start je weer al met meer vertrouwen en ben je weer met andere dingen bezig, meer met de details. En zo probeer ik elke keer beter te worden. Was ook mooi nieuws voor jou deze week. Je lanceerde je kledinglijn, er komt een boek. Waarom? Ik denk de kledinglijn is eigenlijk een logo dat ontworpen is door mijn zus. En, ik en Sarah, mijn vriendin, gaan dat eigenlijk zelf verdelen. Dus het is niet zo iets dat we doen om ze makkelijk geld te verdienen of om gewoon de marketing. Het is echt iets waar we onze handen zelf willen achterzetten. Een leuke bezigheid, vind ik. En ik vond dat er nog wel nood was aan iets modieuzere fankledij. Dus dat proberen we te doen. En het boek is een beetje een gevolg eigenlijk van een voorstel dat ik gekregen heb. En ik vond het interessant in die zin dat het geen biografie is, maar wel een beetje een kijk achter de schermen. En topsporters die hun carrière gedaan zijn en biografieën schrijven, dus zijn er al redelijk veel geweest, denk ik. En ik vind het leuk om, nu ik nog jong ben, ook mijn kijk alles te geven op bepaalde dingen en hoe ik leef als topsporter. Dus dat kan je in dat boek lezen. Hoeveel heeft dat van jou gevergd deze periode? Kan het een van invloed hebben gehad op het misschien iets mindere presteren nu? Die twee zaken bedoel je? Ik denk het niet. Ik denk dat ik altijd wel, zoals iedereen, afleiding nodig heb. En als ik vorig jaar cross na cross won, was ik ook wel met andere dingen bezig. Alleen werd het toen niet gezocht naar oorzaken natuurlijk. Dus dat is helemaal niet anders dan anders. Ik denk niet dat dat een gevolg heeft. We kijken niet meer achteruit waarom het vorige week minder liep, maar ik wil vooruit kijken en volgende week beter doen.